Altijd thuis in Leiden. Sleutelstad. Ja, goedenavond. Het is woensdag 15 september. Ik ben Gerry van Bakel. Fijn dat je naar ons luistert op deze bijzondere avond. Het is tenslotte niet elke dag dat Sleutelstad een nieuw programma lanceert. Gezond 071 in het tijdslot van Sport 071. Omdat wij vinden dat daar best wel raakvlakken zijn. Ja, wat is Gezond 071? Het is een maandelijks magazine-achtig programma rondom gezonde levensstijl. Te horen en te zien op al onze kanalen. Dus 107.5 FM, DHB+, Ziggo Kanaal 46 en KPN 1421. Daar zijn we ook in beeld. En natuurlijk via onze Sleutelstad-app en de website sleutelstad.nl. Het onderwerp van vanavond is terug in het ritme. En ik heb drie gasten hier aan tafel in de studio. Inge Vollaert, zij is orthopedagoog-generalist. Heeft een eigen praktijk, Lorenz, voor begeleiding van leerlingen en studenten. We hebben Merve Kullitsch, zij is docent burgerschap aan MBO Rijnland. En Laura Grinwis, zij is zelfstandig coach bij Loopbaan Energie. Daar ga ik zo mee praten over de voors en tegens van online werken of juist fysiek weer naar school of kantoor of je andere werkplek. Verder een voedingstip van een diëtiste en een beweegtip van een lifecoach. En wat tips om de komende maand iets leuks te gaan doen om de nieuwsgierigheid te prikkelen. Ja, we hebben ons allemaal de afgelopen anderhalf jaar moeten aanpassen. En nieuwe vaardigheden moeten leren, zoals videobellen, online lesgeven, les krijgen, iemand coachen. Etcetera. Laat ik beginnen bij de docenten onder ons, Merve Kullitsch. Wat neem jij nou eigenlijk mee uit deze tijd, als ik het zo mag zeggen, met online lesgeven en zo? Want jij bent docent aan het MBO Rijnland. Dat je denkt van ja, daar heb ik toch wel iets aan gehad of dat heeft me toch wel iets extra's geleerd. Nou, voornamelijk flexibiliteit. Daar ben ik anders over gaan denken en doen. Maar ook het onderwijs in de zin van, ik geef het vak burgerschap. En normaliter werk je natuurlijk vanuit een boek of een handleiding iets anders waar je in ieder geval de lessen op moet baseren. Maar goed, toen we online moesten, moest natuurlijk eigenlijk de hele room omgegooid worden. En toen ben ik online lessen gaan geven, de opdrachten ook online gaan sturen. En je merkt bij de studenten dat dat gewoon heel fijn is, dat ze de opdrachten digitaal online krijgen, omdat ze hun tijd daar ook goed kunnen benutten. Want nu hoeft het niet meer tijdens de les gelijk af te zijn. Dan kunnen ze online nog in hun eigen tijd daar verder mee. En ja, ik heb heel veel terug van gekregen van studenten van, joh, ik vond dit fijn dat ik even in de avond nog mijn opdracht kon gaan maken. Dus voornamelijk echt dat het heel efficiënt is. Want wat ik nu doe, ik ben nu weer fysiek. En alsnog geef ik de opdrachten digitaal online. Zodat de studenten het weer thuis verder mee kunnen eigenlijk. Ja. Hoe zit dat bij jou, Inge Vollaert? Want jij begeleidt studenten en leerlingen. Wat ging er volgens jou beter tijdens het thuiswerken? Ja, inderdaad, want het ging twee kanten op. Hè. Er waren kinderen, jongeren waarbij het beter ging en anderen juist niet. Wat beter ging was bij mij, vooral bij de jongere kinderen, die vaak met hun ouders in beeld kwamen. Hè, in plaats van dat ze bijvoorbeeld alleen bij mij in de praktijk waren. En dan kon ik vaak ook wel wat meer zien, zeg maar, aan niet zozeer aan of het huis opgeruimd was of zo, maar wel aan hoe gaan de ouders nou met het kind om, hè, in de eigen omgeving. Dat was vooral wel iets wat me bijstaat, wat heel mooi was. En er zijn ook gewoon ook een aantal kinderen en jongeren die het fijn vinden om in hun eigen thuissituatie, hun eigen situatie te zijn, om na te denken en met mij te sparren over van alles. Ja. En had je wel het idee dat je genoeg contact met ze kon maken, ook al was het dan via een beeldscherm? Nou, dat is inderdaad, voor sommige kinderen gaat dat goed. Maar voor een heleboel anderen en vooral ook, denk ik wel, in mijn praktijk, de wat oudere jongeren of kinderen, zeg maar, in de tienertijd en misschien ook wel zo rond de 20, waarbij dat scherm toch wel een belemmering kon zijn vaak. Ik heb echt wel gemerkt dat de meeste jongeren, zodra het weer kon, ook wel tussendoor, als er weer even een lockdown niet was, dat ze graag weer kwamen. Inderdaad, toch. Dat geeft toch wel meer contact, dat fysieke, echt, ja. Dat ze het toch lekker vonden om jou echt te kunnen zien. En hoe was dat voor jou, Laura Grinwis? Jij bent loopbaancoach en daarvoor ben je HR-adviseur geweest. Zie jij voordelen in thuiswerken, online vergaderen? Of zeg je, dat was gewoon één grote doffe ellende?
Ja, soms wel natuurlijk. En zeker in het begin is het toch een beetje ploeteren voor iedereen met alle nieuwe media. Maar ik ben wel voor het hybride werken. Dus ik denk en dat dat prima kan gaan. Voor mezelf geldt ook dat ik een hoog tempo wegwijs ben geworden in het videobellen. Nou, dat is natuurlijk reuze handig als coach. En wat het voor mij als coach als voordeel heeft opgeleverd, is dat ik niet meer alleen lokaal hoef te werken, maar ook gewoon mensen aan de andere kant van het land kan coachen. Want online coachen kan heel goed. Natuurlijk vervangt het niet helemaal het fysieke coachen. Hè? Want je mist toch een aantal zintuigen die je niet kan inzetten. Maar het is mij wel meegevallen. Ja, omdat je eigenlijk ook zegt, mijn werkveld wordt gewoon breder. Ja. Ja. Mensen hoeven niet meer echt naar je toe te komen. Dus je actiesradius is gewoon groot. Maar is er dan ook niet het risico dat je back-to-back allemaal, om even een goed Nederlands te zeggen, allerlei afspraken plant en dat je eigenlijk de hele tijd alleen maar van de ene call in de andere rolt? Ja, dat is natuurlijk je eigen agenda goed beheren. Dus daar ben je zelf bij. Ja, daar ben je zelf bij. Nou, daar gaan we het verder dadelijk over hebben ook nog, over dat hybride werk en zo. Want dat wordt natuurlijk ook heel belangrijk. Maar ja, wat ook hoort bij terug weer in het ritme, terug naar school en naar je werkplek, dat is de lunch. Want misschien was je wel gewend om gezamenlijk aan de keukentafel te lunchen. Ja, ik stel het me misschien nu iets te idyllisch voor. Maar ja, als je weer naar school gaat of naar kantoor, dan zijn er ook heel veel mensen, ja, die gaan dan toch weer terug naar de lunchtrommel. En dan heb ik dan altijd een beetje, ja, het zal een jeugdtrauma zijn, maar het idee, weet je, dan pak je zo'n trommel over en is je rugzak is drie keer door de lucht gegaan en dan ziet het er niet uit. Dus ik ben bij Margje Vlasveld langs geweest. Zij is diëtiste van de praktijk De Meermin. En ik vroeg aan haar, ja, wat stop je nou eigenlijk in een gezonde lunchtrommel? En hoe hou je het een beetje fatsoenlijk? Dus daar ben ik even met haar gaan praten. Terug naar werk, terug naar school. Dat betekent wellicht ook de terugkeer naar de lunchtrommel. En dan het liefst met een gezonde inhoud, maar dan niet één waarvoor je een uur vroeger moet opstaan. En die ook als je hem openmaakt geen hutspot laat zien. Dat doen we alweer op 2 oktober, maar niet elke dag op kantoor. Ik ga diëtiste Margje Vlasveld vragen om een advies. Natuurlijk past daar een boterham in, of een mueslibol, maar ook groente en fruit. En noten zouden er goed in kunnen, ja, en iets van eiwit. Het moet je gewoon een beetje vullen. Het moet echt, is wel belangrijk, dat een lunch, dat je er wat aan hebt en dat je de hele middag ermee kan doen. Dus dat je niet als je uit school of uit je werk komt meteen, ja, de luchten opsnuift waar je dan langskomt en denkt, oh, ik heb zo'n honger. Nee, het moet gewoon echt een stevige lunch zijn. Dat vind ik. Wij eten veel te weinig groente. De groenten zitten allemaal beschermende stoffen in, vezels en eigenlijk weinig calorieën. Dus je wordt er niet echt makkelijk dik van. Het vult wel, het is heel goed voor je darmen en we eten te weinig groenten. Dus als we de groenten toevoegen aan de lunch, doe alsjeblieft groente en fruit in je lunchbox. Tegenwoordig zijn er natuurlijk hele mooie lunchboxen te koop. En dan kan je dat gewoon hier groente, fruit of noten. Je kan het gewoon in compartimentjes goed apart houden en dat het niet allemaal één soep wordt. Dat is natuurlijk niet lekker. Wat vind je nou zelf het lekkerste bij de lunch? Wat is jouw favoriet? Nou, ik vind een gekookt eitje heel erg lekker. Kijk, zo, en dan kan je gewoon, ja, dat is natuurlijk heel makkelijk in die lunchtrommel van hoppakee, een eitje erin en die pel je dan. Ik vind dat heerlijk. Maar ook druiven en noten bij elkaar, daar ben ik ook wel, daar hou ik ook heel erg van. Of een boterham met pindakaas of tahin. Dat is deze, bijvoorbeeld tahin of pindakaas. Maar dan wel komkommer erop. Anders vind ik het gewoon ook te plakkerig en droog en dan krijg je het niet weg. En wat drinken we dan bij? We drinken gewoon water uit de kraan. We hebben het beste water van de wereld, wordt wel eens gezegd. Nou ja, dat weet ik nou ook niet helemaal zeker. Maar we hebben prima water uit de kraan en dat is heel gezond. Ja, prima water uit de kraan en toch wel een hele vrolijke lunchtrommel. Hoe is dat bij jullie? Nemen jullie een lunchtrommel mee naar werk, Merwe? Doe je dat op school ook allemaal? Ja, ik toevallig wel. En als ik dit zo zie, denk ik, hey, ik heb er hetzelfde toevallig. Ja, ik ben wel echt sinds we echt thuis gaan werken, wel gaan letten op mijn voeding. Want ik merkte op werk dat het vaak wat minder ging. Want van les naar les, ja, soms, hè,
sla je even je pauze over. Maar nu ik weer terug ben, dan heb ik inderdaad toevallig altijd wel groenten in mijn trommel of ook fruit. En ik probeer nu wel echt op te letten, want ik merk dat ik er wel echt energie van krijg. En het is deze week de week van het hybride werken. En daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar nog even terug ook naar de scholen en het onderwijs. Want er wordt wel gezegd, ja, achterstanden. Kleuters en jonge basisschoolleerlingen schijnen al achterstanden te hebben. Ook in de motoriek. En nou, de scholen krijgen extra geld om achterstanden weg te werken. Wat merk jij daarvan, van Inge, dat er sprake zou zijn van achterstanden in het onderwijs? Zie jij dat in jouw praktijk al terug? Nee, ik denk dat dat nog een beetje te vroeg is om dat echt in de praktijk zo te zien. Ik hoor wel veel van scholen, hè, en ik lees natuurlijk ook wel in de media, dat er best een groot risico op is, hè, op achterstanden. Zowel op het gebied van de kennis en het leren als de motoriek. Hè. De motoriek, daarvan is in ieder geval wel bekend dat een heleboel kinderen in Nederland veel minder hebben bewogen. Hè, dan ze normaal doen. Hè, vandaar dat gymnastiek en dergelijke natuurlijk ook en die pauzes elke dag zo belangrijk zijn. Dus dat, ik denk zeker dat daar een risico op is. Hè, dat er door het minder bewegen de motorische achterstand wel ontstaat. Ik weet dat er op alle vlakken zeg maar, van de ontwikkeling van kinderen en jongeren op dit moment onderzoeken plaatsvinden. Hè, door middel van vragenlijsten. En het is natuurlijk ook wel interessant om dat op iets langere termijn te zien wat dat gaat opleveren. Dat weten we denk ik nog niet helemaal precies. En hoe zie jij dat, Merwe, bij jou op school? Er zijn natuurlijk wat oudere studenten. Heb je daar het idee dat zij ook met die achterstanden kampen? Wat ik wel van collega's terughoor, dat is dan voornamelijk over het lezen van boeken. Dus dat is even, hè, niet motoriek natuurlijk, maar dat is wel wat ik meekrijg. En ja, ik geef toevallig ook een keuze door gezonde leefstijl. En daarin merk je gewoon dat de studenten wat minder bewegen. Ook dat vraag ik aan hun, joh, pak even de app van je telefoon waar je de stappenteller hebt. En dan zie je dat ze maar 1000 stappen hebben gezet op een dag. En dat is wel wat ik zo, dat wat mij wel opvalt. Ja. En hoe zit dat bij de loopbaancoach? Zou je kunnen zeggen dat mensen ook een soort achterstand hebben opgelopen als het gaat om hoe ze op hun werk moeten omgaan met elkaar en met hoe ze zich moeten laten zien? Ik denk dat mensen dat wel weer snel oppakken. Wat we wel ook zien in de Arbo-vakbladen bijvoorbeeld, is dat in de afgelopen 1,5 jaar de nek- en schouderklachten wel zijn toegenomen door het vele thuiswerken. En omdat mensen dan niet op een goede plek zitten, thuis niet echt een bureau hebben wat een beetje versteld kan worden. Ja, dat. En je hebt gewoon veel minder arbo-loopjes. Je zit veel meer achter het schermpje, omdat al die afspraken achter dat schermpje plaatsvinden. Ja, dus die vergaderingen en die afspraken die je maar hebt achter elkaar gepland, daar moet je dan eigenlijk ook iets van beweging tussen zetten. Ja, eigenlijk wel. Ja. En is dat ook iets waar jij als loopbaancoach zeg maar over praat? Of zeg je, ja, dat komt eigenlijk niet echt ter sprake in mijn coaching? Daar zijn de sessies eigenlijk te kort voor. Dingen. Maar heb je daar zelf ook ervaring mee? Dat je merkt van, goh, daar moet je wel mee oppassen. Ja, uiteraard. Ik heb onlangs in augustus heb ik 4 dagen training gehad online. Coachen bij stress en burn-out. En dat zat arbotechnisch goed in elkaar. Want we hadden elke uur even of pauze. Of dat het wel een energizer werd toegepast online. En dat was dus echt een fysieke oefening. Waardoor je weer even echt letterlijk werd opgepept. Ja. Nou ja, over fysieke oefeningen gesproken. Ik praat ook elke maand, vraag ik aan Jasper Mulder. Hij is life coach om een beweegtip. En we waren een beetje gewend natuurlijk. Hè? Als je thuis bent, dan gaan we tijdens de lunchpauze lekker wandelen. En ik vroeg aan hem van, ja, hoe moet dat nou eigenlijk als we weer teruggaan in het ritme en we gaan terug naar school? Hoe gaan we dan het bewegen verder oppakken? Tijdens de coronacrisis moesten we wennen aan thuis werken, thuis leren. Ja, dat gaat allemaal weer beginnen. We gaan weer naar kantoor, we gaan weer naar school. Maar hoe zit het dan met bewegen? We waren misschien net gewend aan het wandelen tijdens de lunch. En hoe moet je dat nou eigenlijk gaan inpakken, inpassen in het nieuwe bestaan, in het terug, in het ritme? Ja, ik zou zeggen, kom er maar in, Jasper. Ja, dank je, G. Het is inderdaad heel lastig om in een nieuw programma te komen voor jezelf. Als je inderdaad heel weinig bewogen hebt en je gaat weer naar werk, naar school, wat je ook dagelijks gaat doen. Maar
als je dat op de fiets doet, lopend doet en wat oefeningen onderweg, dan is het echt niet zo lastig om dat weer in je ritme te krijgen. Bovendien, we gebruiken het vaak als een excuus. Ik kan niet of ik wil niet. En eigenlijk is het door de stress die het weer opbrengt om naar werk of naar school of dat te doen wat je doet. Maar als je tijdens het bewegen lekker ontspannen iets gaat doen, zeg wat oefeningen, wat squats, dat voer je uit met je armen boven je hoofd of dat voer je uit met de armen voor je tijdens een wandeling, tijdens een fietstocht. Nou, hoe moeilijk is het? Dan breng je gewoon heel simpel het werk en het bewegen als een combinatie. Je kan het doen tijdens een lunch, veel mensen doen het al. Maar ga nou eens tijdens die lunchwandeling bijvoorbeeld iets meer activiteit doen. Inderdaad, squats, een trappetje nemen, wat sneller lopen. De stress gaat achteruit en je vult het op met gezond bewegen. Nou, ik heb er alweer zin in om te gaan bewegen. Ik zit voor mijn gevoel nu alweer te lang stil. Die houdt niet zo van stilzitten. Die wil lekker in beweging zijn en lekker bezig zijn. En hij geeft dan elke maand even een tip van hoe je dat eventjes in kan passen. Van, heb jij dat ook, Laura, als je dat ziet? Dat je denkt, ja, ik wil ook wel. Ik zit ook al te lang stil. Dat is wel grappig. Want ik ben inderdaad vrij vroeg in de coronacrisis gaan lunchwandelen, heel bewust. En wat daaraan leuk was, is dat ik op een gegeven moment een buurvrouw tegenkwam die ik wel kende van gezicht, maar verder nooit had gesproken. En sindsdien proberen we elkaar mee te trekken en met z'n tweeën te lunchwandelen. Ja, maar hoe doe je dat dan, die lunchwandeling, als je weer zeg maar ja, niet meer alles online doet? Schiet die daar dan bij in? Nee, dan heb je altijd wel collega's die je mee kan trekken naar buiten. Dus dat wordt gewoon voortgezet. Ja. We gaan even naar het regio-nieuws en dan komen we weer terug. Ja, Bob Marley en de Wailers. One love, let's get together and be ready. Nou, wij zijn ook helemaal weer klaar voor in dit tweede half uur van Gezond 071. Een nieuw maandelijkse magazine-achtig programma over gezonde leefstijl. En vandaag hebben we het over terug in het ritme, terug naar school, terug naar werk. Ja, en het is de week van het hybride werken. En dat kun je invullen misschien met 2 dagen thuis, 2 dagen op je kantoor, school of werkplek, of misschien wel 3 dagen. Is dat nu eigenlijk een beetje de heilige graal, Laura Grinwis? Jij bent deskundige op het gebied van personeelswerk, zou je kunnen zeggen. Hoe zie jij dat voor je? Ik denk dat dat het hybride werken wel een grotere kans krijgt dan voor corona. Omdat we ook de voordelen ervan inzien. We zijn als mensen sociaal dier genoeg om ook weer graag op kantoor met elkaar te willen werken. Maar het is toch ook wel fijn als je thuis ongestoord die moeilijke notitie kan afschrijven. Of dat ellenlange stuk kan lezen. Dus ik denk zeker wel dat het dat het kans maakt. Ja. En hoe zit dat bij jou, Merwe? Want jij geeft natuurlijk les. En het online lesgeven, daar is ook wel. Ik heb het ook wel van mijn kinderen gehoord. Niet iedereen was er altijd heel erg gelukkig mee. Niet iedere docent was er even begiftigd in. Maar hoe zie jij dat van het online lesgeven? Je zei straks al, ja, met die opdracht is het soms wel prettig. Ja, het is vooral efficiënt, wat ik al zei. Terugkomend op wat je net zei over collega's die het online toch niet zo fijn vonden. Dat heeft voornamelijk te maken ook omdat ze dan wellicht digitaal niet goed ingesteld zijn. Dat ze het toch nog even moeilijk vinden om iets uit te vinden, om het werkbaar te maken. Wat ik wel merkte bij de studenten is dat ze voor een deel het wel fijn vonden, maar ook voor een deel vanwege de sociale contacten met de klasgenoten dat wel miste. En ik kijk er zelf eigenlijk ook zo op terug. Nu ik weer volledig fysiek lesgeef, merk ik wel van, hey, dit heb ik gemist. Echt contact met de student, gewoon het hebben over een social talk. En dat heb je nu veel meer dan dat het online was. Gewoon eventjes, zeg maar, gewoon gesprekjes tussendoor. Niet zozeer misschien de lesstof, maar wel gewoon ook even praten over het weekend en dergelijke. Ja, exact. Ja. En hoe zit dat bij jou, Inge? Want je zei van bij jongere kinderen ging dat eigenlijk wel heel goed, dat online coachen. Maar zeker ouderen die vinden het toch wel fijn om jou bij jou recht in de ogen te kijken. Of zijn ze misschien ook bang dat hun ouders anders meeluisteren?
Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk. Hè? Dat ze, hoewel ze dan toch wel op hun eigen kamertje zaten ook. Maar je merkt ook wel, en dat is ook wel bekend, dat op een bepaalde leeftijd of bepaalde leeftijden, dat ze eigenlijk liever niet het scherm aandoen. Dat heb ik ook wel van scholen gehoord, van middelbare scholen, hè, waarbij ze dan hun gezicht moesten laten zien. Maar dat dan toch een soort eng is of zo, of dat willen ze niet. En fysiek bij elkaar komen is dan blijkbaar makkelijker. Op een of andere manier. Mm. He, dus ik heb ook wel met jongeren met een zwart scherm zitten praten. Ja, en dat, dan mis je echt wel iets, vind ik. He, als je elkaar helemaal niet aan kan kijken, nou, dan wordt het toch wel wat moeilijker, hoor. Dus dat fysieke voor bepaalde leeftijdsgroepen is denk ik toch het beste, het handigste in mijn werk. Ja, en als we dan even teruggaan naar de werkvloer. Want ik zie dat ook wel een beetje voor me. Er wordt natuurlijk wel gezegd, nou, fijn thuiswerken. Dan kan ik even ongestoord misschien iets schrijven of die notitie hebben of met iemand anders wat bellen. Maar je mist misschien ook wel iets van, dat je... Misschien ook belangrijk om je te laten zien op de werkvloer. Dat je baas ziet dat je hard aan het werk bent. En hoe schat jij dat in? Want niet iedereen zal dat misschien allemaal zo makkelijk regelen. Bedoel je regelen thuiswerken? Of? Ja, het regelen dat je zeg maar van je baas mag thuiswerken of juist naar werk mag komen. Bij wie ligt de bal eigenlijk, vind jij in dit geval? Zijn het de werkgevers die hierin moeten acteren? Ja, dat vind ik wel. Omdat ze ook moeten faciliteren in het thuiswerken. Dat is het inrichten van een thuiswerkplek. Zodat je in ieder geval op een goede stoel kan zitten. Aan een goed bureau. Dat is faciliteren. Ook financieel faciliteren. En volgens mij zijn er best wel heel veel werkgevers hard bezig om naar die regeling te kijken. En ook vanuit de overheid zijn ze bezig om met belastingwetgeving daar een bijdrage in te leveren. Ja, zodat je de kosten die je dan maakt, misschien dat je je eigen printer moet hebben, je telefoonrekening of of iets dergelijks, en een werkplek, dat je daar dan een vergoeding voor kunt krijgen of zo. Ja, precies. En dat dan belasting, dat weer voordelig ten aanzien van de belasting is. Een soort uitruil met de reiskosten die je dan niet gaat krijgen. Nou ja, op die manier. Ja, want Merwe, want jij zegt ik werk weer helemaal fysiek op school. Maar je hoort ook af en toe wel weer eens over dat er, als er besmettingen zijn in klassen, dat ze allemaal naar huis gestuurd moeten worden. Is dat echt zo? Of, Ja, dat klopt. Toevallig begon mijn eerste week van het nieuwe schooljaar met een besmette student. En toen was het, oké, wat zijn nu erbij? Wat is het protocol? En dan wordt er wel, binnen verschillende scholen gaat het natuurlijk anders. Nou, in ons geval was het dan zo, nou, indien je bijvoorbeeld gevaccineerd bent, mag je de volgende dag wel weer naar school komen. Maar indien niet, ik heb gehad dat de helft van de klas inderdaad in quarantaine moest en niet naar school konden en mochten gaan. En zeg maar de nieuwe regels die er nou dadelijk eind september van... Maakt dat nog een verschil op scholen of is het eigenlijk hetzelfde verhaal? Ja, het is eigenlijk wat we gisteren op tv hebben gehoord. Dat ze hebben gezegd van joh, indien één student besmet, hè, dat het wel anders nu gaat. Ja, dat zeker. En is dat voor jou en jouw collega's een probleem? Dat je denkt van dadelijk word ik toch nog besmet misschien wel door een student? Of het klinkt ook allemaal heel erg leuk van allemaal weer naar school. En nu hoef je geen mondkapjes meer op in de gang. Ja. Ik kan me voorstellen dat het heerlijk is. Maar het is misschien ook wel een beetje dat je denkt wel oppassen misschien nog. Het verschilt echt per collega. Ik merk gewoon dat een deel van mijn collega's wel denkt van ik vind het nog wel spannend. En een deel die denkt van, de samenleving gaat door, wij gaan ook maar door. Maar dat schuurt wel hier en daar bij een aantal collega's. Ja, dat zie ik wel terug. Ja. Want is er eigenlijk nog een optie om thuis te werken als docent? Dat je zegt, ik heb nog geen zin om voor die hele volle klas te staan? In principe, indien je lessen hebt, word je op school verwacht. Maar stel je hebt een dag dat je geen lessen hebt, maar meer overleg of meetings en dergelijke, dan is het inderdaad bespreekbaar dat je vanuit huis gaat werken. Ja. En hoe zit dat bij jou, Inge, in jouw praktijk? Is het iets wat, maak jij dat uit, zeg maar, of iemand online of fysiek komt? Of is dat iets wat in overleg gaat? Of zeg je, het is gewoon, als diegene niet wil komen, dan is dat prima.
Ja, dat gaat bij mij in overleg. Dus in die zin maak ik dat uit, hè, als praktijkeigenaar, zeg maar. Het is wel zo dat er een aantal brancheorganisaties zijn, zeg maar, hè, beroepsverenigingen, die zich daar wel de hele periode over hebben gebogen en ook wel advies heeft gegeven daarover. Hè. Dus er was op een bepaald moment wel een periode dat men zei, hè, alleen als het per se moet, hè, fysiek bij elkaar komen en anders toch online, hè, en gebruik alle voorzorgsmaatregelen enzovoorts. Maar in principe mag ik het zelf uitmaken. En ik heb altijd maar geprobeerd om goed te luisteren naar, ja, wat er voorgeschreven werd. Hè, voor ook, ik heb een tijd lang bijvoorbeeld alleen de kinderen tot 12 jaar binnen gehad. En dan de ouders en de andere kinderen niet. Hè, en dan, nou ja, eigenlijk was dat steeds weer anders. En heb ik de landelijke bewegingen maar een beetje proberen te volgen, zeg maar. Ik ben nu wel heel blij dat ik mijn plexiglas scherm weer lekker aan de kant heb kunnen zetten, hoor. He, dat is toch dat soort maatregelen. Nou, dat is, ja, toch een beetje minder, hè? Ja, dat ziet er natuurlijk niet altijd zo, ja, heel erg leuk uit. Ja, als je nou zin hebt om iets leuks te gaan doen, om je nieuwsgierigheid te prikkelen, en een paar tips. In het weekend van 25 en 26 september is het de kunstroute. En dat is altijd een mooie manier om in een dagdeel, of het is maar net hoe enthousiast je bent, een hele dag veel verschillende kunstvormen te bekijken. En je bent vaak uitgenodigd in het atelier van de kunstenaar zelf. En van 17 september is er het Internationaal Fotofestival. En dat wordt eigenlijk opgesteld in het Singelpark. Dus dan kun je ook nog weer combineren van bewegen en meteen wat cultuur opsnuiven. En in het Rijksmuseum voor Oudheden is er het Leidse Lijstersfestival. Dus elk weekend op zaterdag en zondag vanaf 2 uur spelen daar muzikanten. Bijvoorbeeld zaterdag Raoul Michel en Norton IJssel. En op zondag Atsushi en René Stevenson. Volgens mij is het een beetje jazzachtig. En toegang is daarvoor gratis. Dus ik zou zeggen, check dat even uit en ga daarvan genieten. Want dat is ook heel erg goed om eventjes af en toe je zinnen te verzetten. Wij praten hier nog even door over het hybride werken. En vooral eigenlijk van, ja, wat jullie dat nou zien als wat je ideale werkplek daarin, hoe dat eruit ziet eigenlijk. Laura, hoe zie jij dat eigenlijk, het hybride werken? Van, wat is de toekomst volgens jou? Ik denk dat de toekomst zeker wel een mengvorm is. Hè, deels thuiswerken, want het biedt ook voordelen. Geen reistijd. Je kan je beter concentreren op bepaalde taken. Maar nogmaals, we blijven een sociaal dier. Dus we hebben ook behoefte aan dat contact en echt ook dat fysieke contact, omdat de communicatie dan gewoon meer volledig is. En hoe zit dat aan de andere kant? Bij Inge bijvoorbeeld, heb jij zoiets van, nou, ik blijf dat ook hybride doen? Ja, eigenlijk is er bij mij niet zo heel veel veranderd in gedurende die hele periode, omdat ik mijn praktijk aan huis heb en ik ook wel zo'n beetje de helft van de week altijd naar scholen ga, hier in Leiden en omstreken. Dus bij mij blijft het eigenlijk van allebei. En het digitale, ik denk dat dat vooral zo is als mensen even geen reistijd kunnen hebben. Hè? Of als er bijvoorbeeld één van twee ouders even aansluit vanaf een werkplek of wat dan ook. Dat vooral de praktische redenen zijn waarom we dan toch lekker online ook kunnen. En nou, dat vind ik zeker heel fijn die mogelijkheden veel ruimer zijn nu. Ja, om ook te zeggen, goh, ik heb even geen tijd om van A naar B te gaan. Ik kom even online. Vind je dat goed? Nou, prima. He, bijvoorbeeld bij een school met een teamvergadering of zo. He, dat er 1 of 2 mensen op het scherm verschijnen. Ja, ik vind dat wel heel, heel fijn dat die mogelijkheden nu echt uitgebreid zijn. Ja, dat is natuurlijk wat we ervan van geleerd hebben, Merwe. Dat merk jij misschien ook wel op school. Want gebeurt dat dan, dat mensen bij een vergadering zeg maar even online aanschuiven? Zeker. Ik neem zelfs wel zelf deel ook aan de vergadering, dat niet alle locaties samenkomen qua docenten, maar dat we dat even online doen, dat het toch nog even makkelijker is. En stel nou dat we op een gegeven moment toch weer een hele rare mutant krijgen en ik weet niet in welke golf we dan inmiddels zitten, misschien een 5e of een 6e. En dat we terug zouden gaan naar die periode in maart 2020, dat in 1 keer alles in lockdown gaat. Zien jullie dat eigenlijk nog überhaupt gebeuren, Merwe? Of denk je dan krijgen we echt opstand op school? Wisselvallig denk ik erover eigenlijk. Ik denk dat zeker opstand zou komen, want ik merk aan zowel collega's als studenten dat ze weer enorm blij zijn dat ze weer fysiek aanwezig zijn.
Maar goed, ja, online heeft natuurlijk ook wel zijn voordelen in de zin van hè, je tijd goed kunnen benutten, efficiënt. En ja, dus dat is een moeilijke, Want zou het, jullie hebben natuurlijk ook veel studenten die echt praktijkvakken moeten hebben. Daarvoor is het natuurlijk echt heel erg handig dat ze fysiek aanwezig kunnen zijn. Maar je zou ook online natuurlijk een soort werkbezoek elders kunnen doen. Misschien wel aan de andere kant van de wereld. Klopt, ja. En wat ik wel heb gemerkt bij de studenten is dat ze wel zeiden toen ze weer naar school konden. Goh, wat heb ik praktijkles gemist om echt op school wat te gaan doen. Want ze kregen dat natuurlijk eerst voorheen online. En ja, dat ga maar even een handeling doen of iets dergelijks. Want ik geef les bij de gezondheidszorgcollege. Ja, dan heb je wel het een en ander qua instrumenten nodig. En toen ze weer naar school konden, dachten ze wel van ja, kijk, dit, hier doen we het voor. Ja. En Laura, als jij mensen begeleidt die misschien wel een andere baan willen, speelt dit dan ook al een rol? Of is dat eigenlijk nog een beetje te nieuw daarvoor? Nee, ik heb dat geen rol zien spelen in loopbaankeuzes, zeker niet. Want mensen kiezen voor een baan waar ze misschien gemakkelijker thuis kunnen werken. Nee, dat heb ik niet zien. Nee, mensen kiezen een baan wat bij hun past, wat bij hun kwaliteiten past. Nee, het was natuurlijk, want in het verleden, ik heb zelf ook nog wel eens op een kantoor gewerkt. En ik weet wel dat toen er dan mensen zeiden, nou, ik wil één dag in de week thuis werken. Ja, dat daar dan wel gekeken werd van, oh, jij wil zeker je snor een beetje drukken. Zijn we daar wel echt allemaal van af, van ja, dat idee? Nou, dat mag ik wel hopen, ja. Ja, zeker. En ik denk dat als we straks terug moeten naar een mutant, dan zal er misschien wel gemopperd worden, omdat het toch weer fijn was om met elkaar te werken. Alleen het is dan bekend en we weten allemaal wat we moeten doen en wat we moeten regelen. En we hebben allemaal die computer staan met al die beeldbelfaciliteiten. En dat dan pakken we dat gauw weer op. Oké, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Inge en Merwe en Laura hier naast me. Dat jullie hier aanwezig wilden zijn bij Gezond 071. En je licht wilden laten schijnen over terug in het ritme. Terug naar werk en school. Ja, we hadden ongetwijfeld nog veel meer over kunnen zeggen. Maar een uur is altijd maar een beperkte tijd. 13 oktober is er weer een Gezond 071. Dan gaan we het hebben over borstkanker. Ja, ook niet zo'n leuk onderwerp misschien voor mensen, maar het is wel heel nuttig. Er zijn heel veel mensen die te maken hebben met borstkanker. Het is niet alleen iets wat vrouwen kunnen krijgen, ook mannen. En het gaat niet zozeer om een medische vraagbaak van te maken, maar we gaan het hebben vooral over de effect die dat dan heeft op je dagelijks leven en hoe je daarmee om kunt gaan.